Al vanaf mijn 18e kom ik in Schotland. Schotland en vooral Glasgow en de Glaswegians hebben mijn hart veroverd. Toch heb ik in Nederland vaak moeten uitleggen wat mij zo aan deze stad bevalt. Want Glasgow is toch grauw, grijs en saai, hoorde ik vaak. En dat hoorde ik dan meestal van mensen die er nooit zijn geweest. Zo werkt dat nou eenmaal met een negatief imago. Toch staat Glasgow al jaren hoog genoteerd in de ranglijst van vriendelijkste steden in de wereld. Dit jaar staat Glasgow opnieuw bij de 10 meest vriendelijke en meest betaalbare steden. Ter vergelijking, Rome staat op de 50ste plaats, Berlijn 48ste. Ook mooie steden. Op de eerste plaats staat trouwens Vancouver, Canada. En wat noemen bezoekers, zeg maar de klanten van Glasgow, nou als punten waarop deze stad zich onderscheidt van andere steden? Als eerste noemen zij de Glaswegians. Het zijn vooral de mensen die Glasgow maken tot wat het is. People make Glasgow is de slogan van deze stad. En zo is het. De Glaswegians zijn soms rauw, of noem het authentiek. En ze zijn vooral vriendelijk en gastvrij. Daarna noemen bezoekers de winkels en de uitgaansmogelijkheden in Glasgow. Het stikt hier in de stad van de koffiebarretjes, pubs, restaurants en dancings. En daarnaast noemen de klanten van Glasgow de musea en de kunstgalerieën. En de vervoersmogelijkheden. De bereikbaarheid van Glasgow per vliegtuig, trein en auto is prima. En binnen de stad heb je keuze uit metro, bussen en taxis. Perfect. En een van mijn persoonlijke favorieten is dit Centraal Station. Hier kan ik met een goede koffie uren zitten kijken naar al die mensen die onderweg zijn naar ergens of naar nergens. En wat heeft een stad nou nodig om aantrekkelijk te zijn voor bezoekers? Als je het op een rijtje zet, dan is het het rijke culturele aanbod, goede uitgaansmogelijkheden, een goed aanbod aan winkels, goede bereikbaarheid, een ruime keuze uit vervoersmogelijkheden en last but not least een warme en gastvrije gemeenschap. En hier in Glasgow hebben ze het allemaal. En heb jij er eens over nagedacht wat jouw stad nog heeft te winnen? Succes!